Hallo allemaal, mijn naam is... weet je wat? Bedenken jullie maar eens een keertje wat leuks. En zet het in de reacties. Ik ben erg benieuwd. En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag staat de video compleet in het teken van geld. Ik heb speciaal mijn outfit erop aangepast. Want vandaag is de video namelijk gesponsord door Rabobank. Shoutout naar Rabobank en naar hun nieuwe platform dat... Passie heet. Het is compleet gericht op jongeren en met passie willen ze jou inspireren om jouw talent te vinden en om te ontdekken hoe je daar geld mee kunt verdienen. En daarom neem ik je vandaag mee in mijn persoonlijke verhaal. Hoe ik op een gegeven moment letterlijk nog maar 20 cent op mijn spaarrekening had staan. En hoe ik vervolgens de knop heb omgezet om mijn dromen waar te gaan maken. Dat en nog veel meer. Dus geef de video zeker eventjes een duimpje omhoog en laten we beginnen. En dan begin ik ook echt eventjes helemaal bij het begin. Don't worry, ik laat geen foto's zien van mijn bevalling. Zouden er foto's van zijn? Oh my god, dat heb ik nog nooit gezien. Nieuw video idee. Oh my god. Doe even een duimpje omhoog als je vindt dat ik mijn bevalling moet gaan bespreken met mijn moeder in een video. Oh, dat lijkt me echt best wel leuk. Maar mijn carrière op de arbeidsmarkt begon gelukkig iets later. Alhoewel, als ik er nu over nadenk, was mijn allereerste baantje alsnog kinderarbeid. Oh, wat erg. Rutger Vink, slachtoffer van kinderarbeid. Ik zie de koppen al staan. Geef me over, oké? Nou ja, echt slachtoffer was ik niet, want ik deed het eigenlijk vooral mezelf aan. Ik zat namelijk op de basisschool en ik wilde zo ontzettend graag een hond. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet veranderd, maar er is geen hond die mij er eentje gunt. En ik kreeg hem dus maar niet, wat ik ook probeerde. Dus toen dacht ik, als ik geen eigen hond krijg, dan start ik gewoon mijn eigen hondenuitlaatservice. En zo gezegd, zo gedaan. Het begon met één hond die ik uitliet, maar op een gegeven moment liep ik met een hele roedel over straat en vroeg ik mezelf af wie er nou precies werd uitgelaten. Op een gegeven moment liep het zelfs zo erg uit hand dat ik voor mijn gevoel meedeed aan een hondenslee race, alleen dan zonder de slee. Maar het was het allerbeste bijbaantje ooit voor een 10-jarige die van honden houdt. Omdat ik toen eigenlijk al deed wat ik leuk vind. Alleen, ik vraag me dus tot op de dag van vandaag af. Stel je voor dat ik altijd die hondenuitlaatservice had gehouden. Hoe zou dat er dan nu aan toe gaan? Mijn uitlaatservice gaat van start. Ik heb namelijk een sleutel opgehaald van een hond die ik ga uitlaten. Alleen één klein probleempje. Ik ben de naam van de hond vergeten. Echt heel dom. Nou ja, we zien wel hoe we dat gaan oplossen. We gaan in ieder geval naar binnen. Ik ben heel erg zenuwachtig. Ach, hey. Hoi. Hey. Oh, wat een leuke. Oh, kom hier. Nee, nee, niet gelijk wegrennen. Niet gelijk wegrennen. Binnen. Snel die deur dicht. Hey, wie ben jij? Hallo. Ik kom jou uitlaten. Freek. Dit werkt niet helemaal. Zeg dan hoe je heet. Zit. Oh my god, ik kan dit. Oké, geef poot. Poot. Oh, poot. Ja, goed zo. Maar hoe ga ik er nu achter komen hoe die heet? Want ik moet hem wel kunnen roepen straks als ik hem uitlaat. Freek. Nee. Hans. Hé, hey, ja, Hans. Heet je Hans? Je heet Hans, hè? Voor nu noem ik hem maar Hans. Daar gaan we. Oké. Okay. Oh, je hebt gelijk een stok. Nou, neem maar lekker mee. Waar gaan we heen? Ik heb geen idee. Hans bepaalt de route. Oh, het trekt wel een beetje. Hans, niet zo trekken. Hans. Heeft daar iets door of zo? Oh, oh nee! Oh, nee! Oh, nee! Kom terug! Kom terug! Kom! Nee! Nee! Hans, los! Kom terug! Oh nee! Oh! Oh. My god. Hans is weg. Jongens, dit is echt heel erg. Mijn vlogcamera is inmiddels op. Dus ik ben even overgeschakeld op mijn telefoon. Waar is hij dan gebleven? Hans! Hans! Ik zie Hans. Oh, oh, bedankt. Ja. Oh, wat erg. Hans. Nou, gelukkig weer terecht. Nu ik alles weer onder controle heb, is het wel weer erg leuk om een hond uit te laten. Dus wie weet, wordt dit ooit nog mijn baan? Oh, kom. Na de hondenuitlaatservice heb ik in een tomatenkas gewerkt voor maar liefst €2,19 per uur. Even serieus, zie je het voor me, Rutger in een tomatenkas. Huh? Maar ik kan op internet zoeken. Nou, zelfs Siri snapt dat niet. Nu je mond houden. Maar ik deed het daarom ook eigenlijk meer voor de gezelligheid. Want ik had een aantal vrienden in de kas. Ik noemde ze toen ook wel mijn tomaatjes.
Ik hield het niet heel erg lang vol, dus werd ik daarna al gauw winkelschap, hofleverancier, oftewel wat de vakkenvuller. Was ook niet echt mijn ding, dus daarna ging ik aan de telefoon werken bij de theaterkassa. Maar tijdens al deze baantjes kon ik gewoon echt totaal niet met geld omgaan. Of beter gezegd, ik kon er juist heel erg goed mee omgaan. Gewoon te goed. Want alles wat ik verdiende gaf ik ook direct weer uit. Ik bedoel, er was een groot gat in de ozonlaag, maar het gat in mijn hand was minstens net zo groot. Maar uiteindelijk had ik wel gespaard voor mijn rijbewijs. Dus in plaats van dat ik op dat moment mijn geld kon parkeren op mijn spaarrekening, parkeerde ik helaas de auto tijdens mijn rijexamens tot 2 keer toe, dubbel, vet op de streep. Het is moeilijker om hem zeg maar in het midden van 2 vakken te zetten dan in een vak, maar toch, I did it. Werd niet gewaardeerd. Waardoor ik dus uiteindelijk wel met de auto op de snelweg was, maar mijn geld dus ook net zo goed snelweg was. Toen had ik nog een paar €100 over. Ik denk ook dat 100 nog steeds dan komt van het geld van de honden die ik uitliet. Nu valt mijn telefoon. En word ik gebeld, jongens. Ja, dat heb je met zo'n carrière. Hartstikke druk. Het was de hond die ik net uitliet. Hij mist me. Wat ik wilde vertellen, ik had dus een paar €100 over. En ik wilde zo ontzettend graag YouTube-video's gaan maken, dat ik van dat geld mijn allereerste camera kocht. En als ik er nu op terugdenk, was het aan de ene kant echt een hele domme investering. Ik kocht iets waarmee ik op dat moment helemaal geen geld kon gaan verdienen. Want 5,5 jaar geleden was dat helemaal niet een ding, dat je YouTuber als beroep kon zijn. Ik begon gewoon puur omdat ik het leuk vond. Dus ik kocht de camera. En toen zag ik op mijn spaarrekening dat ik nog maar 20 cent over had. Dat was echt het moment dat het gat in mijn hand op wonderbaarlijke wijze in één keer dicht was. Ik dacht, ik heb nu alles wat ik maar wil. Ik heb mijn rijbewijs. Ik heb een camera waarmee ik video's kan maken. Ik heb alleen nog steeds geen hond. Maar dat was het moment dat ik tegen mezelf zei, geldkraan dicht, nu is het tijd om te gaan sparen. En als je niet veel geld hebt, dat is eigenlijk aan de ene kant heel erg rot, omdat je niet makkelijk leuke dingen kan doen. Want ja, bijna alles kost geld. Maar aan de andere kant is het ook heel erg leerzaam, want op dat moment heb ik wel echt de waarde van geld leren kennen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe goed jij bent in het inschatten van de waarde van iets. En dat doen we met een geweldig spel. Wat is er dan? Oké, het is heel simpel. Ik laat 2 spullen zien die ik elke keer gebruik als ik video's opneem. En aan jou de vraag, wat is er duurder? We beginnen met deze. Dit is mijn vlogcamera. Dit is niet de eerste camera waar ik het net over had. Dit is een camera die ik er later bij heb gekocht. En die gebruik ik dus niet voor deze video's. Want anders dan kon je deze nu niet zien. Als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat ik zeg maar in deze kijk en dat is niet deze. It's science! Maar oké, het is dus een Canon camera en bedenk je eventjes wat dit zou kosten. Maar dan heb ik dit kastje en ja, toen ik dit voor het eerst zag had ik ook geen idee wat het is. Het lijkt een hele rare telefoon of zo. Maar hier zit mijn microfoon op aangesloten. En die microfoon ook, hoop niet dat de boel instort. Oh kijk, die hangt hier aan een soort vishengel. Ja, dit is niet zo'n succes zo, even weer omhoog. Maar nu dus aan jou de vraag, wat is er duurder? De vlogcamera? Of de microfoon. Laat het weten in de reacties. Ik ben erg benieuwd. En dan zal ik op een gegeven moment het goede antwoord met de prijzen in de reacties zetten. En weet je wat? Ik verloot gewoon een hashtag Spawn by my mom t-shirt van de nieuwe merchandise collectie onder één van de goede antwoorden. Ik kan je alvast wel verklappen dat beide dingen die ik net liet zien best wel wat geld kosten. En dat het dus niet goedkoop is om te beginnen met YouTube filmpjes maken. Ja, je kan natuurlijk gewoon ook met je telefoon filmen als je die hebt. Maar ik zelf vind het altijd leuk om, nou ja, bijvoorbeeld echt goed geluid te hebben, een mooie camera met mooi beeld en om dat steeds te blijven verbeteren. En daar heb je dus gewoon wel echt geld voor nodig. En dan komen we bij de vraag der vragen. Ik denk dat ik de tel kwijt ben hoe vaak dit aan mij is gevraagd. En niet alleen aan mij, echt alle YouTubers krijgen deze vraag heel vaak gesteld. Want hoeveel geld verdien je nou als YouTuber? Ik zeg altijd, je verdient heel veel, maar je krijgt wat minder. Dat is met alles zo. Maar ik kreeg dus laatst een mail van een journalist die een item aan het maken was over YouTubers en geld verdienen. En hij vroeg of het inderdaad klopt dat ik voor een gesponsorde video €25.000 krijg. Nou beste Mark, dat klopt inderdaad.
Nee. Maar weet je wat dus het probleem is? Dan ga ik dit ontkennen en dan wordt er gevraagd, oh, maar wat verdien je dan per maand? Maar dat kun je gewoon niet zeggen. Want ik werk niet voor een baas die mij een vast bedrag per maand geeft of zo. Ik ben namelijk mijn eigen baas. En ik ben trouwens de beste baas ooit, want ik mag gewoon op Instagram, Snapchat, Twitter, alles gewoon, YouTube-filmpjes kijken, alles mag tijdens werktijd. Maar het ding is, ja, sommige maanden gaan goed, maar je hebt ook echt maanden dat het veel, veel, veel minder goed gaat. En dat heb je gewoon niet altijd in de hand en dat kun je ook niet voorspellen. En daarom kan je ook niet precies zeggen als YouTuber zijn, nou, ik verdien dit per maand. Wel kan ik zeggen dat ik heel erg dankbaar ben dat ik ervan kan leven. Ik eet namelijk alleen maar droog brood en water. Maar het hele ding is, het was nooit mijn doel geweest om hier mijn werk van te maken. Want toen ik begon, was het helemaal niet mogelijk. En daarom vind ik die vraag altijd een beetje jammer. Ik bedoel, je ziet toch dat iemand kan leven van iets wat hij het allerleukste vindt om te doen? Dat is toch juist heel mooi en heel leuk? Ik doe gewoon wat ik echt leuk vind en als ik voor het geld YouTube-video's zou maken, nou dan had ik er wel 10 per week. Maar ik wil gewoon elke keer een zo leuk mogelijke video maken en voor mij werkt dat gewoon 1 keer per week, soms 2 keer. En word ik daar rijk van? Ja, want ik zie elke keer zulke lieve reacties als ik jullie in het echt ontmoet. Dat is mij zoveel meer waard dan een getal op mijn bankrekening. En al helemaal omdat ik dus kan leven van iets wat echt mijn passie is. En dat is dus precies de reden waarom ik deze video heb gemaakt samen met Rabobank. Omdat zij een nieuw platform hebben dat Passie heet. En daar hoort dus deze transparante pas bij. Het gaat er namelijk niet om dat jij in je leven het meeste geld van iedereen gaat verdienen. Het gaat erom dat jij je dromen najaagt en dat jij jouw eigen weg vindt hoe je met die droom je geld kan verdienen, want dat is namelijk het allerleukste om te doen. En Rabobank heeft dus een website gelanceerd en daarop kun je heel veel inspirerende dingen vinden, zoals hele bijzondere stageplekken, workshops die je kunt volgen en heel veel tips om erachter te komen waar nou precies jouw passie ligt. Ik zal het linkje van deze website natuurlijk in de beschrijving zetten, dus neem zeker eventjes een kijkje. En ik ben ook heel erg benieuwd of jij misschien nu al weet waar jouw passie ligt. Wat is jouw talent en wat zou eigenlijk dan jouw droombaan uiteindelijk zijn? Laat het eventjes weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd namelijk. Want misschien kunnen we elkaar dan een beetje inspireren. Als je namelijk ziet wat een ander leuk vindt, misschien denk je, oh, maar dat vind ik ook heel erg tof. En kun je elkaar ook nog wat tips geven. Ik hoop in ieder geval dat je iets aan deze video hebt gehad. Dat je het leuk vond om te kijken, maar dat je misschien ook wel wat geleerd hebt vandaag. Als dat zo is, laat het mij dan eventjes weten door deze video een duimpje omhoog te geven. En als je nieuw bent op mijn kanaal, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon volgende week donderdag weer met een nieuwe video om 4 uur 's middags. Maar tot die tijd, stay fearless, doei doei! Mwah!